Goedendag, lezers van Meemelijk Actueel. Welkom bij de 24e vlog van de verbouwing van het Bakkerijmuseum. Ik sta in de koekerij en de deur die, is inmiddels afgewerkt en omlijst door een nieuwe muur. De plafonds zijn afgewerkt, er zitten ook van die latjes tussen. Dus dat ziet er ook schitterend uit. En ook de luchtcirculatie, de waterleiding, de cv, de vloerverwarming is allemaal geïnstalleerd. Dat is de vloerverwarming. Die kan gaan draaien. Als die gedraaid heeft, dan komen de vloercoating erin. En dan hebben we de muren en de plafonds hier dus vrijwel klaar. En dan kunnen de spullen erin. Bijvoorbeeld de toonbanken die inmiddels gerestaureerd zijn en klaarstaan. Of de nieuwe kast op de achterwand. Helemaal in de sfeer van het Bakkerijmuseum. Nou, het staat hier eigenlijk al bijna allemaal klaar om neergezet te worden. Ook de waterleiding is inmiddels aangepast. De dikte van de diameter van de leiding is vergroot zodat er meer waterdruk is. Dat is bijvoorbeeld van belang voor de haspels. Maar het is ook wel prettig dat er dan in de bakkerij meer en sneller water komt. Zodat de bakkers niet zo lang hoeven te wachten tot een emmertje warm water vol is. Maar misschien wel het meest spectaculair is de verandering boven. Dit is de nieuwe opslag. Inmiddels ook niet alleen afgewerkt, maar zelfs al geschilderd. En, de ruimte voor de vrijwilligers is inmiddels helemaal afgewerkt. Linkjes erop. Het kantoor voor onder andere mij is vrijwel helemaal afgewerkt en klaar. Ook de grote zaal, de trappen staan er nog, is van een heel groot deel al geschilderd. Dus ook hier is het inmiddels authentiek blauw. De kozijnen mogen nog donkerblauw. De balken zullen ook nog donkerblauw worden, een aantal zijn al, de rest komt nog. Maar dan begint ook hier het eindstadium te naderen. En dan zal deze week ook de trap geplaatst worden. Die ligt al beneden klaar. Die komt hier in het trapgat. Die komt hier dus boven. De trap en lift vlak bij elkaar. Hier moet het nog wel even geschilderd worden, afgewerkt worden. Vloerbedekking komt er hier nog op. En dan kunnen we de spullen er weer in zetten. Daar hebben we nu al zin in. Nou, graag tot de volgende vlog. Dat zal de 25e worden. En ook dan zal er best wel weer veel gebeurd zijn. Graag tot de volgende keer.